Hallo, reviewvrienden. Wie is hij daar? Hier is hij. Kom, zie, kom, zaadje. Jongens, het is één ding. Het is vrijdag. En vrijdag betekent... Wie staat daar voor de deur? Het is Dr. Weekend. En Dr. Weekend is een goede vriend. Want Dr. Weekend schrijft altijd mooie receptjes uit. Namelijk bijvoorbeeld lekker eten en drinken. En dat vind ik prettig. Dus ik ben blij dat het weekend is. Ja, wat we wel wezen. Overigens kijk ik nog niet zo heel veel mensen weer naar de reviews. Maar dat komt natuurlijk omdat, ja, ik ben er gewoon anderhalve maand tussen uitgepijpt. Die mensen denken, ja, ik ga niet wachten tot Jantje Pikkenbroek weer terug is. Maar we komen weer helemaal terug. Op volle oorlogsterkte. En ik voel dat. Ik heb er ook weer zin in. Ja, ik heb er best wel zin in. Wat is er, jongen, met ons? Wat is het aan met jou meteen? Laat het maar gaan kijken. Ja. Het vreemde is dat ik dus hier vaak zie als ik iets doe, dat er iets in mijn lip zit. Er zit een soort balletje in mijn lip. Terwijl ik dat niet voel. Moet maar eens naar de dokter gaan. Dan zeg ik, dokter, er zit een bal in mijn lip. Dan zegt de dokter tegen mij, dat is beter dan een lip op je bal. Schoolkoek van Pijnenburg. Ja, lieve reviewvrienden. Ik ga het vertellen. Ik ga het maar gewoon vertellen. Jullie hadden niet verwacht omdat ik er namelijk uitzie als een jongeman. Maar ik ben geen jongeman meer. Nee, ik ben eigenlijk een hele oude bok. En alle drie mijn kinderen, alle drie, twee zoons, één dochter, zitten nu op de middelbare school. Mijn tweelingboys, die zitten nu in de brugklas. Zijn brugpiepertjes geworden. Die gaan naar de middelbare school. Hoe is dat? Spannend voor hun. Hoe is dat voor mij? Nou, ik zal je vertellen. Eergisteren was het woensdag. Kwamen ze vroeger dus om 12 uur thuis. Want woensdag, een korte dag. Dus ik zat om 12 uur klaar met een hele tafel onder boterhammetjes en dingetjes. Kwamen ze godverdomme half vier aanschijten. Ze hebben natuurlijk een ander rooster. Nou ja, dat soort dingen. Dit is een nieuw leven. Maar ik geef die gasten natuurlijk nog steeds koek mee naar school. Ze krijgen overigens van mij altijd liegen krenten. Ik weet niet eens of ze dat lekker vinden. Dat koop ik gewoon altijd. Enfin, dat is wel goed voor ze als ze een beetje honger hebben. Maar Pijnenburg, die van de ontbijtkoek, die heeft dus ook schoolkoeken. Wat ik niet wist, maar wel handig, Pijnenburg. En kijk, zie je dat? Die komen bij het kruidvat vandaan. Ik dacht dat kruidvat alleen maar drogisterijtroep verkocht, maar blijkbaar dus ook koeken. Kruidvat, wat vind ik van die winkel? Nou, heel veel goedkope Chinese meuk. Maar over het algemeen rekenen ze daar niet de duurste prijzen. Ook voor gewoon reguliere goede merken. En daar hou ik wel van. Ik heb wel zo'n ontzettende schurfhekel aan om te veel te betalen voor dingen. Nou, ik wil niet zeiken trouwens hoor. Ik was dus van de week bij Loetje. Die biefstukkentent. En wat bestel je daar? Een biefstuk. Weet je wat een biefstukje kost daar? Zo'n dingetje. Zo'n dingetje. Die dan in zo'n emmer chroma ligt te soppen. 24,5 euro. 24,5 euro. En nu weet ik wel dat ik van de nieuwe generatie net terug mag rekenen naar de gulden. Maar dat betekent dat een biefstukje 55 gulden kost. Daar kon je vroeger een hele slagerij van kopen. Eén klein lullig biefstukje in de chroma gebakken. Dan moet je er godverdomme patat bij betalen ook. Want die krijgen er niet bij. Weet je wat die patat daar kost? 6 euro. 6 euro. 13,50 gulden voor een patatje. Dan kon je vroeger kon je een hele veld met aardappelen kon je daarvan aanschaffen. Ik weet het niet hoor. Maar die prijzen die zijn niet te geloven. Maar we gaan er even niet over. Het kruidvat. Ik vind het uiteindelijk een prima winkel. Als je er binnenkomt is het wel een beetje een tyfusbende. Laten we eerlijk zijn. Het is een beetje een rotzootje. Maar goed, dat maakt niet uit. Pijnenburg Koek Original. Ja, dat is gewoon een ontbijtkoekje hier.
En dan hebben we hier met parelkandij. Dus met, ja, met kandij, dat is gewoon een brokken suiker. Of ben ik nou, wat is nou precies kandij? Even kijken hoor. Ja. Parelsuiker. Wat is nou parelsuiker? Parelsuiker, dat is toch gewoon een klont suiker? Of nee, weet ik veel wat. En kijk eens, met noten. Ik vind het de schoolkoeken special wel leuk. Hè? Die al die rotkoters weer naar school gaan. Ik bedoel, die leuke lieve kindjes. Komt ie. Nou, kijk. Leuk. Ook leuk. Ja. Ook leuk. En ook leuk. Ik, ja jongens, het stelt geen reet voor. Het is echt een heel klein dingetje. Het is een heel klein reepie. Dus het is wel dat je denkt, oh, ik heb even trek. En die kost bij de Kruidvat 1,19. Nou, dan kun je er niet krijgen, 6 voor. Vind ik niet duur. Ja, tegenwoordig is alles duurder, valt dit er wel weer mee. God. Ik zeg net dat het niet duur is. Ik kan bijna een kroon voor 2500 euro bestellen. Goed. Kijk, dit is dus de gewone ontbijt koekreep voor school van Pijnenburg. Ik heb al eerder een keer ontbijtkoekentest gedaan. En volgens mij komt die van Pijnenburg. Daar is het beste uit. Maar dat weet ik niet meer zeker. Ik weet eigenlijk niks meer zeker. Afijn, hoe is de schoolkoek met de rij van Pijnenburg? Ja, prima. Schoolkoek, Pijnenburg, met nootjes. Nog nooit gezien. Kijk. Zitten gewoon noten op en in. Laten we wel lezen. Noten zijn gezond. Ja. Ja, echt veel meer dan dat kan ik er niet over zeggen. Maar noten zijn wel gezond. Het raar is dat de ontbijtkoek zelf al heel anders maakt dan de ontbijtkoek. De naturel. Komt dat dan door de noten? Nou wil ik verdomme weten wat er aan de hand is. Glucose, fructose stroop, roggebloem, 30% suiker, 3% noten. Eigenlijk is ontbijtkoek bestaat eigenlijk gewoon alleen maar uit suiker. Ik vind die noten geen reet aan. Die noten doen niks. Er zitten ook nauwelijks noten op. Nou ja, er zitten wel een paar noten op. Er zitten nauwelijks noten in. Kijk, op het plaatje, hier zie je dat. Het is helemaal gebaggerd vol met noten. Hier. Goedemorgen. Ja, ziet u dat? Ziet u een noot? Geen noot. Geen kwaad. Nou, dan gaan we even naar het parelkandij. Want toen dacht Pijnenburg, wacht even. We hebben het toch helemaal volgebaggerd met 30% suiker. Voor de rest bestaat ze een beetje uit glucose siroop. Fructose, wat eigenlijk ook gewoon suiker is. Misschien kunnen we er wel iets leuks op doen. Suiker. Als je echt tekort aan suiker hebt, moet je zo'n reepje nemen en dan ben je klaar ook. Maar voor kinderen is suiker goed, hè? Want suiker voedt de hersenen. Dus tegen die tijd dat die kinderen op school zitten en die moeten wat leren, is het wel handig als ze een beetje suiker krijgen. Niet te veel, want dan worden ze dik en rot hun tanden uit de bek. Ja, dat moeten we ook niet willen. He, dan worden ze onaantrekkelijk. En dat is toch ook niet leuk in een samenleving waar je zo op je uiterlijk wordt afgerekend. He, ik merk het zelf ook. Ik word vaak tegen mij worden ook vaak gezegd, Jan, ben je een mooi man. Wat is er aan de hand met de schoolkoek Pijnenburg kandij? Niks. Behalve dat die kandij eigenlijk een beetje overdreven is. Die kandij maakt het net even te zoet, als je mij vraagt. En die kandij was in mijn jeugd hard. En die kandij hier, oh, die parelkandij, is gewoon zacht hier. En als je het fijn knijpt, wat is het? Ja, suiker. Nee, die parelkandij moet dan wel hard zijn, want dit... Hier, nu heb je gewoon een extra natte suiker erop geplakt. Vind ik gemoer aan, Pijnenburg. Afijn. Schoolkoeken van Pijnenburg. Hartstikke leuk in thema, Ahmed. Van harte gefeliciteerd met deze wonderlijke manier van presenteren, denken.
uit voor de zuiverdis. Ja, Pijnenburg, wie is er niet groot bij geworden? Weet ik veel. Of is dat Café, wie is er niet groot? Pijnenburg, wie is er niet groot mee geworden? Of is het Pindakaas, wie is er niet... Café, wie is er niet mee groot geworden? Ah, weet ik, voor Kamei te rotten. De noten schoolreef van Pijnenburg. Leuk. Stoppen er noten in, zou ik zeggen. En de noten die erop zitten, die paar krummeltjes aan de bovenkant. Die doen het ook niet. En de smaak is daar wel... De smaak is ook wel een beetje anders. Het is ook niet zo... Ik vind het niet zo lekker. Ik krijg van mij een 5. De schoolreep Pijnenburg met kandij. Ja, de enige die daar echt heel erg blij van wordt is de tandarts. Want laten we zeggen, zo'n ding bestaat denk ik al 50% uit suikers. Zo dit. He, met een beetje bloem dan. Roggebloem. Maar voor de rest... Suiker. En hebben ze nog wat extra suiker opgepleurd. Allemaal leuk en aardig, maar die parelkandij moet er wel hard zijn. Dat het iets anders is dan smeuig suiker, want dat is dat ding al. Dus dat is gewoon zachte troep. Dus het maakt het niet veel beter. Is het slecht? Nee, het is niet slecht. Het is niet meer dan een 6. En dan noemen mensen mij wel eens een oerconservatieve vervelende oude zeikert. Wat ik wellicht ook ben. Maar de gewone hap-hap Pijnenburgkoek voor op school. Ja, die vind ik gewoon de lekkerste. Want die is gewoon... Dat is gewoon een lekker, goed, gebakken, hoe heet zo'n ding, ontbijtkoekie. Ja, gewoon een ontbijtkoekie voor lekker mee naar school. Als je even denkt, ik heb een hongerkloppie, dan neem je deze. Die andere zijn eigenlijk niet te nakken tikken, maar ook niet zo'n hele grote probleem. Ja, die krijgen we een 7'tje. Hartstikke goed 7'tje. Nou, hartstikke leuk. Bedankt, Pijnenburg. De groeten van Ome Jan. Oh.